In een goed gevulde Agnito of in Tiel vond maandagavond 17 november voor de 7e keer het business event West-Betuwe plaats. Bij de categorie Industrie en Dienstverlening viel het Tielse bouwbedrijf De Vree en Sliepen in de prijzen. De avond, gepresenteerd door Ruben Nicolai, was de finale van een aantal voorronden, waarbij verschillende gemeenten uit de regio een aantal genomineerden leverden. We hebben drie awards vanavond uit te reiken. Er zijn in de eerste categorie 5 genomineerden. Namens elke gemeente is er 1 genomineerde. En de eerste categorie is MKB en detailhandel. De tweede categorie is industrie en dienstverlening. En ook daar 1 per gemeente, dus 5 genomineerden. Ten slotte komen ze alle 10 nog een keer het podium op. Geef ik ze nog even heel kort de microfoon. En dan wordt u aan het werk gezet, want dan mag u namens de Rabobank West-Betuwe mag u de Rabo Publieksprijs gaan uitreiken. En dan gaat u stemmen met uw telefoon, uw mobiele telefoon zelfs. Dat u niet met uw andere telefoon gaat stemmen, want dat zou heel lastig. Na dit formele programma is het tijd voor het informele programma. Dat betekent dat u onder het genot van een hapje en drankje de winnaars kan high-fiven en uitgebreid met elkaar kan netwerken. Het wordt hoogste tijd om de juryvoorzitter erbij te gaan halen. Dames en heren, uw handen op elkaar voor Govert-Jan Hogeboom. Ga ik luisteren naar het podium. Graag een korte uitleg. Hoe is het zo gekomen van al die bedrijven dat deze 10 er zijn overgebleven? Dat is gekomen doordat per gemeente een competitie is georganiseerd. En de beste die zijn genomineerd om vanavond weer te worden gekozen tot winnaar van deze avond. De winnaar in de categorie Industrie en Dienstverlening van het Business Event West-Betuwe 2014 is geworden De Vree en Sliepen. Uit handen van burgemeester Hans Beenakker krijgen jullie een schitterende award. Een eerste reactie. Ja, geweldig. Top. En ja, er verandert natuurlijk helemaal niks. We gaan morgen gewoon weer op tijd naar het werk. Maar vanavond vieren we feest. Oh, gelukkig. Toch wel, ja. Super trots in je eigen mooie gebouw die je had om deze prijs te ontvangen. Dankjewel. Wil je nog mensen bedanken? Ja, natuurlijk al onze medewerkers, de ketenpartners waar we het allemaal in realiseren. En natuurlijk ook onze klanten die hier op schoot in de zaal zitten. Hartstikke bedankt. Zoals gezegd, uit handen van burgemeester Hans Beenakker, de felicitaties. De winnaar, De Vree en Sliepen, dames en heren. En ook uw applaus nog voor alle overige genomineerden in deze categorie. Hartelijk dank, excellentie. De heer Van Schelven, als voorzitter van de regio Rivierenland moet u zo'n avond deugd doen, hè? Nou, het is weer opnieuw, nu de editie 2014, een hele mooie promotie natuurlijk voor regio Rivierenland. Zoveel bedrijven, zowel in het MKB als in industrie en dienstverlening, dat laat toch wat zien. En stuk voor stuk pareltjes. Ja, en heel mooi om te zien dat er bedrijven zijn die innovatief zijn. Dat er bedrijven zijn die heel ver buiten onze regio producten neerzetten, eigenlijk over de hele wereld. En wat ik vooral zelf heel bijzonder vind is dat de ondernemers de kracht vinden om in een veranderende markt toch weer hun product neer te zetten. Nou, als ik als voorbeeld mag geven, want ik ben natuurlijk ook toch wel burgemeester van Culemborg. Een jong bedrijf, een oud bedrijf in de zin van dat het al een generatie bestaat, waar de jonge nieuwe generatie binnenkomt, Bouwman Juweliers, die laat zien dat ze zien dat gewoon het hebben van een winkel alleen eigenlijk ja, een ding is, maar dat je dat moet vernieuwen. En dat ze zo'n grote nieuwe markt weten aan te boren via het internet. Heel knap. Van oudsher is deze regio eigenlijk zo'n, ze heeft zo'n mentaliteit van nou, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Maar we mogen toch best wel trots zijn op wat we hier doen en hebben. Nou, ik vind dat je ziet dat bedrijven dus over de regio heen kunnen kijken. Dat ze met zulke nieuwe producten eigenlijk ver buiten de regio ook hun product weten neer te zetten. En als ik de winnaar in het andere segment zie, dan zie ik dat daar heel innovatief gewerkt wordt. Als je je bouwtijd van gebouwen en bouwwerken die je produceert als bouwbedrijf met de helft weet te bekorten, door innovatief te werken, dan is dat ook absoluut een prijs waard wat mij betreft. Regio Rivierenland laat daarmee zijn gezicht zien. Peter Dikker van De Vree en Sliepen, gefeliciteerd. Heel hartelijk bedankt. Geweldige verrassing en we zijn er verschrikkelijk blij mee.
Nou, je zegt een verrassing, maar het was natuurlijk al van tevoren een hele degelijke deelname met best wel kansen. 125 jaar bestaan, maar ook wat jullie doen op verschillende vlakken, dan ligt zo'n prijs in de verwachting. Ja, misschien ligt hij wel in het verschiet, alleen je moet hem altijd normaal wel krijgen, dus de jury moet hem wel goed beoordelen. En ik vind het een geweldige opsteker voor ons hele team, want er gebeurt natuurlijk achter de scherm verschrikkelijk veel om al die mooie gebouwen te bouwen. Hè. En met al die nieuwe ontwikkelingen die we de afgelopen jaren doorgevoerd hebben met alle medewerkers, is het natuurlijk fantastisch om op deze manier een stuk waardering te krijgen in je eigen gemeente, in je eigen nieuw gebouwde theater. Supermooi. Het geeft ook weer energie, neem ik aan, hè? Het geeft verschrikkelijk veel energie. Niet dat we daar gebrek aan hadden, maar het geeft weer een enorme boost om weer de komende jaren volop met nieuwe ontwikkelingen verder te gaan. Burgemeester De Boer van de gemeente Buren, dit jaar niet in de prijzen gevallen. Nee, alleen je kunt ook zeggen dat deze avond alleen maar winnaars kent. De hele regio heeft vanavond 10 winnaars kunnen zien die tijdens een economische crisis allemaal zijn gegroeid met ontzettend goede producten en met passie voor hun zaak. Dus wat dat betreft zijn we niet echt verliezer, ook in Buren niet. En dat is eigenlijk ook de boodschap van deze avond, hè? Deze regio moet het gezamenlijk doen, want individueel kunnen we het niet. Ja, daarom moet je ook dit soort avonden blijven organiseren. Hier is het niet alleen netwerken, hier komen de succesverhalen bij elkaar. En hier kun je ook als regio laten zien, misschien zijn we wat te bescheiden in onze PR. En hier kun je naar buiten treden en wat meer je trots laten zien. Komen we door middel van zo'n evenement ook onderling als gemeentes dichter bij elkaar? Nou, daar hebben we allerlei gremia voor hoe wij samenwerken en hoe we bij elkaar komen. En ook dit is weer een stukje cement tussen al die stenen. Dus het helpt zeker. U bent daar onderdeel van dat proces. Hoe vindt u dat gaat? Het gaat goed op dit moment met de samenwerking. Met name omdat we de blik naar voren hebben gericht. We gaan op 3 speerpunten richten. Doe dat nou als regio heel goed. Ga niet alles verkopen, maar focus. Hè. Ondernemers zijn er het vanavond ook regelmatig. Focus. En dat is misschien wel de uitdaging voor onze regio. Focus en doe waar je goed in bent. En doe waar je goed in bent. Met passie. Een ondernemer, een jonge ondernemer uit Culemborg. Het was een fantastische avond. Was het verwacht, die prijs? Het was totaal onverwacht. Ik had niet verwacht om te winnen. En ik ben heel blij dat ik wel gewonnen heb. De redenen dat je uiteindelijk gewonnen hebt, kun je die nog voor de geest halen? Ik werd geroemd om het feit dat wij van een traditionele winkel, gewoon in de straat, een omni-channel retailer hebben weten te maken met een goed verkoopkanaal via internet en een sterke marketingstrategie. Die ervoor heeft gezorgd dat eigenlijk ons complete bedrijf een grotere omzet is gaan halen. En dat het een stuk beter is gegaan de afgelopen paar jaar. Ja, jouw ouders hadden de zaak al lang. Maar het out of the box denken wat jij doet zorgt ervoor dat er voor de komende jaren weer genoeg te doen valt. Dat klopt. En mijn ouders die hebben hun handen vol nu aan de administratie. Omdat er sinds de komst van mijn webwinkel een stuk meer verkocht wordt. Dus er wordt ook een hoop meer ingekocht. Ja, dat levert een hele bos papierwerk op die mijn vader mag uitzoeken. Als je kijkt naar de toekomst, hoe ziet dat eruit voor jullie bedrijf? Die ziet er goed uit. Ik ben voornemens om de zaak van mijn ouders over te nemen. De eerstvolgende mogelijkheid wordt 2018 en ik streef ernaar om genoeg geld op mijn rekening te hebben om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Nou, gefeliciteerd met deze prijs. Het moet een aanmoediging zijn. Het is een aanmoediging. Het is jammer dat er geen nationale finale is. OJA BV uit Ochten, een fantastisch bedrijf in deze regio. Nou, jij zegt het, dankjewel. Wat doen jullie precies? Wij maken het meest veelzijdige stukje alternatief voor vlees. Een vleesvervanger die qua textuur en mondgevoel lijkt op kip. Het ziet eruit als kip als je het klaarmaakt. Je kunt het gebruiken in de gerechten waar je ook kip in zou gebruiken. Maar het is 100% plantaardig. En dat belooft veel voor de toekomst op allerlei vlakken, hè? Ja, kijk, onze producten, wij proberen het voor mensen makkelijk, heel erg makkelijk te maken om zo nu en dan eens een keer geen vlees te eten. Zonder in te hoeven leveren op smaak, bereidingsgemak en de toepassingen. Niet alleen in Nederland actief, maar eigenlijk over de hele wereld. Ja, wij merken dat niet alleen in Nederland de perceptie, de houding ten opzichte van vlees eten aan het veranderen is. Dat geldt in heel veel andere landen, in Europa, maar ook buiten Europa. En dus zie je een groeiende behoefte aan producten, zoals die van ons,
waarmee het wel heel erg makkelijk wordt gemaakt om ook invulling te geven aan datgene wat mensen wel voelen in hun hoofd, maar wat ze moeilijk vinden om te vertalen in gedrag. Ja, jullie zijn enthousiast, ook als bedrijf. Dat merk je ook aan de presentatie hier nu voor de camera's van StadsTV. Toch jammer dat jullie niet gewonnen hebben. Dat vind jij misschien. Ik heb daar totaal geen probleem. Ik vind het zo mooi dat ondernemers met hun wortels hier in de regio, dat die hebben gewonnen. Wij zijn een nieuwkomer, wij zijn import en we zijn ontzettend blij dat we in een warm nest terecht zijn gekomen in Ochten met de hulp van lokale ondernemers en investeerders. Maar ik vind het helemaal terecht dat de mensen die gewonnen hebben, dat die hier uit de regio komen, hier gesetteld zijn, tot 125 jaar al actief zijn. Daar zijn we nog lang niet. We hebben net ons eerste lustrum gevierd. Die Rabobank Publieksprijs, weer een voltreffer dit jaar. Ja, het was heel geslaagd. Ik vond het heel leuk om het publiek te laten stemmen. De jury is de hele avond in touw geweest. En met deze prijs rondom inspirerend ondernemen had het publiek ook de kans om de kandidaat van een voorkeur te kiezen. Ik vond het leuk. En natuurlijk een prima winnaar. Prima voor elkaar. Een bijzonder bedrijf uit de Neder-Betuwe. Ja, helemaal leuk. Toch, mannen die tegen de stroom in durven te roeien en daarmee succes hebben. Dus ondernemers met heel veel passie en gedrevenheid. Dus die worden daarvoor beloond. Leuk om te zien. Waar het natuurlijk om gaat, jullie ondersteunen dat ook, hoofdsponsor van dit evenement. Om het samen als rivierenland te laten zien, hè, dat we mooie bedrijven hebben. Ja, dit soort events, dat helpt om te laten zien dat de regio sterk is. Maakt de regio sterker. Ik denk dat ondernemers die hier vanavond geweest zijn elkaar ook weten te inspireren. Dus het geeft de nodige drive en passie om door te gaan met inspirerend ondernemen. Dat hebben we nodig. U bent nieuwe directeur bedrijven bij de Rabobank West-Betuwe. Bevalt het? Ja, tot nu toe bevalt het me heel erg goed. Ik denk een hele mooie regio met prachtige bedrijven. Food & Agri, handel, industrie, dienstverlening. Ik sta te kijken van de potentie. Het is onze opdracht om daaraan aan mee te helpen en de bedrijven verder te helpen. Daar staan we. Banken hebben het moeilijk, maar dat biedt ook kansen, hè? Het biedt zeker kansen, zeker voor de Rabobank. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat wij, wat wij pretenderen, dichtbij en betrokken te zijn, dat we dat in de praktijk ook laten zien. We zijn niet zomaar een bank, we zijn een coöperatieve bank. En daar gaan we de komende jaren invulling aan geven. En daar hoort ook bij dit soort evenementen zoals vanavond, dat we samen met anderen helpen de regio sterker te maken. Want dat is waar we als coöperatieve bank voor staan. Erik-Jan Schimmel van de organisatie van dit mooie evenement. Het was een succes. Ja, ik ben tevreden. Het lijkt erop dat het elk jaar toch weer een stapje vooruit gaat. Goede presentator dit jaar. Ik ben erg tevreden. Goede opkomst. Dus prima. En last but not least, mooie bedrijven die ook nog eens een keer gewonnen hebben. Ja, prachtige bedrijven die gewonnen hebben. Maar met name de 10 genomineerden die op het podium stonden. Prachtig resultaat van een stuk veldwerk. Ik denk dat het concept wat we vorig jaar gestart zijn met de beste bedrijven uit de gemeente te nomineren, dat echt gaat werken. En dat je dan ziet dat de pareltjes komen bovendrijven als de ondernemers zelf hun schouders eronder zetten en met de voordracht te komen. Ja, dan krijg je zo'n mooi podium. Erg tevreden mee. En een hele goed gevulde Agnietoof. Ja, wat ik al zei, op het moment dat je echt in de plaatsen zelf begint, dan begint het daar te leven. Dan worden de plaatsen ook trots op hun kandidaten. Er komen er ook veel meer ondernemers hier naartoe, nemen ze ook personeel mee. Ja, en dan krijg je echt een ondernemersfeestje. En dat is iets waar we jaren voor vechten en strijden. Maar wat we nu zien, dat eruit gaat komen. Daar ben ik blij mee. Op naar de 8e editie. Nog veranderingen? Nee, verder geen verandering. Ik denk dat het een concept zich nu gaat bewijzen. We hadden een goede presentator. Misschien dat we volgend jaar nog wat meer interactiviteit in het programma zelf gaan brengen. Maar dat zullen we volgend jaar wel zien. Maar verder hele grote veranderingen zie ik niet gebeuren. Nou, al met al een succes. Ja, ik ben erg tevreden en blij. En het feit dat we hier ruim een uur na het officiële gedeelte nog met zoveel mensen staan. Die lekker staan te genieten en te netwerken. Ja, dat moet je als organisator tevreden zijn.